Welkom allemaal. Volgens mij zijn we al bij de 7e openbare lezing in verband met de COVID en Society cursus. En vandaag gaan we het hebben over palliatieve zorg. Er is heel veel in het nieuws geweest natuurlijk over hoe patiënten zonder van hun dierbare afscheid te kunnen nemen overlijden. En we hebben vandaag Marieke de Meij. Zij is huisarts en zij is... als ik het goed zeg, de teamleider van het palliatieve team in het OOVG, het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Ja, vandaag is het college in het Nederlands, jongens, omdat dit een moeilijk onderwerp is en de spreker het liever in het Nederlands doet. Dus, veel plezier met het college van Marieke over palliatieve zorg en COVID. Hartelijk dank, Roos, voor je aankondiging en hartelijk dank voor de uitnodiging om hier voor jullie te mogen praten. Je had me gevraagd over wat is dan, zou dan een goede titel zijn. Ja, en we hebben toen gekozen voor Dying Well en misschien is dat wel veel te kort door de bocht als we het hebben over palliatieve zorg in het algemeen. Maar daar gaan we het natuurlijk over hebben, heel graag. Ik heb een foto gezocht waarvan ik dacht dat is wel typerend voor de crisis waar we in ons begeven en het plaatje wat we ons natuurlijk allemaal heel goed in beeld hebben. Mensen in een ziekenhuisbed met veel techniek eromheen en veel mensen, zorgverleners in, laten we het maar zeggen, de maan pakken. En dit beeld is wel typerend. En baart ons natuurlijk gewoon, heeft ons de afgelopen weken nogal zorgen gebaard over het welzijn van patiënten. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Je hebt me al een beetje aangekondigd, maar ik wilde daar eigenlijk zelf ook nog wel wat over zeggen. Ik ben huisarts, al een jaar of 10, werkzaam in Amsterdam-Oost ook, vlakbij het OVG. We zeggen geen Onze Lieve Vrouwengasthuis meer, het is een geofficeerd ziekenhuis. En we praten nu over het OVG, heeft twee ziekenhuizen in Oost en in West van Amsterdam. En ik ben lid van het team ondersteunende palliatieve zorg. En daar ga ik zo nog wel wat over zeggen. Daarbij ben ik docent. Geef ik veel onderwijs over palliatieve zorg, ben ik scanarts. En dat weet waarschijnlijk iedereen, maar ik vertel het toch nog even. Het zijn artsen die bevoegd zijn om tweede beoordelingen te geven in het kader van een euthanasiewens van een patiënt. En ik ben lid van het regionaal tuchtcollege. Ik zeg het er expres allemaal een beetje bij, omdat ik denk dat het interessant is voor geneeskundestudenten te zien wat je allemaal kan doen, kan worden. Gedurende je leven en dat keuzes maken, dat je nog wel eens kan veranderen, dingen op je pad komen en dat er heel veel interessants te doen is. En wil iemand daar nog wat over weten, later wat over vragen, dan kunnen jullie mij gerust mailen, omdat ik het leuk vind om hier verder over te vertellen. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen in algemene zin over palliatieve zorg. En dan gaan we natuurlijk dat ook verder naartoe werken naar de coronacrisis, de COVID, het virus en hoe we daar nu op dit moment mee omgaan. Palliatieve zorg. Ik denk dat we het even helemaal in de basis een aantal dingen over gaan hebben. Het gaat met name om patiënten met een levensdreigende ziekte. We hebben alleen een aantal jaar geleden ook kwetsbaarheid daar aan toegevoegd. En dat is op zich wel interessant. Hè? Als je denkt aan palliatieve zorg, denk je met name de meeste mensen aan mensen met een vorm van kanker. Maar we hebben die uitgebreid naar andere aandoeningen. En we hebben ook gesteld dat mensen, en met name op oudere leeftijd, die kwetsbaar zijn, ook een beperkte levensverwachting hebben. Waar we het ook goed of zelfs beter vinden dat we niet meer praten over behandelen of genezen, maar meer praten over kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk de kern van palliatieve zorg. Dat we nagaan of de kwaliteit van leven, dat we die willen behouden of willen zorgen, bevorderen. En dat we dat op een aantal manieren doen. Met name willen we het lijden en het lijden voorkomen en verzachten. En dat we dat op meerdere domeinen doen. Basismedische zorg gaat met name over lichamelijke klachten, psychische klachten. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Wij zijn nog steeds heel klinisch bezig. In ziekenhuizen en in de huisartsenpraktijk thuis en hospices om mensen van hun
symptomen af te helpen als pijn, dyspneu, misselijkheid, obstipatie, dergelijke. Veel patiënten die hebben klachten van angst en depressies waar we mee aan de gang gaan. Maar daarnaast is het natuurlijk enorm belangrijk dat we kijken hoe de sociale context is van een patiënt en wat zijn existentiële elementen daarin. En daar wil ik jullie iemand aan jullie voorstellen, mevrouw Cicely Saunders, een Engelse dame. Zij leeft niet meer, maar zij is eigenlijk de grondlegger van de palliatieve zorg, in ieder geval van de hospicezorg in Engeland. En zij bedacht het concept total pain. En dat houdt in dat eigenlijk op al die vier domeinen alles in elkaar aanhaakt. Dat het ene met het andere te maken heeft, dat het ene het andere beïnvloedt. En dat we dus op de hoogte moeten zijn van alle elementen om een goed plan te kunnen maken voor mensen. En dat we niet alleen maar naar de pijn kijken, maar ook kijken of mensen angstig zijn omdat bijvoorbeeld hun partner ook ziek is of oud. En dat die pijn daardoor of erger wordt of minder goed te bestrijden is. Een ander belangrijk element van palliatieve zorg is vroege onderkenning van het probleem. En daar is een mooie schema voor gemaakt waarbij je kan zien het oude concept waarbij het beetje geen beeld van een zieke patiënt die tot op het laatst geprobeerd wordt te genezen. Hè, met name als je dan kijkt naar mensen met kanker en dat als dat niet lukt, dat dan misschien niet ineens in een palliatieve zorg terechtkomt, maar meer een terminaal probleem. En wat we willen is dat we het veel meer naar voren trekken. En dat er veel meer een tweesporen beleid ontstaat. Waarbij mensen dus nog de kans krijgen om te genezen. Maar ook al na gaan denken over wat als dat niet gebeurt. En wat zijn mijn wensen en hoe wil ik het doen. Dit is een heel bekend schema binnen de palliatieve zorg. Belangrijk is natuurlijk ook dat wij aandacht gaan krijgen voor nazorg. En dat is met name ook omdat we zorg voor naasten als een belangrijk onderdeel zien van palliatieve zorg. En ook mevrouw Cicely Saunders omschreef dat mooi. En die zei al heel vroeg van, die zei al, how people die remains in the memory of those who live on. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Het is denk ik goed om de ontwikkeling van de palliatieve zorg, want het is nog een hele jonge vorm van zorg binnen de geneeskunde, zien in het gehele, in de gehele geschiedenis van de geneeskunde of van de zorg. Waarbij we zagen dat met name eerst aandacht werd besteed aan de medische vooruitgang. Hè, zorg dat mensen gewoon zouden kunnen genezen. En dat daarmee sommige vormen van ziektes omgegooid zijn tot chronische aandoeningen, of waar mensen gewoon langer mee leven, maar met nog steeds wel een toekomstbeeld dat mensen daaraan komen te overlijden. We hebben natuurlijk vormen van kanker, zoals borstkanker, waarbij je misschien wel 5-6 lijnen chemo kan geven en hormoontherapie waar mensen nog jaren mee kunnen leven, maar wel moeten leven met een ziekte en onzekerheid. En het verbeteren van de kwaliteit van de levensverlenging, dat blijkt vele malen moeilijker te zijn. Diane Myers, een hele bekende dokter in Amerika, die dit zo omschreef. En ik vind het wel interessant om dat gewoon schematisch in beeld te brengen en om jullie te laten zien hoe die palliatieve zorg de ontwikkeling naar zich verhoudt met de rest van de zorg. En dit is natuurlijk heel schematisch en dit is absoluut niet volledig. Maar als ik het zo heb geprobeerd aan te geven, is dat we natuurlijk al een hele tijd, al ver in de 19e eeuw al bezig waren met te proberen om kanker te behandelen. Waarbij William Halstead, een chirurg uit Amerika, John Hopkins, de radicale mastectomie ontwikkelde. En ik meld dat omdat eigenlijk in relatief korte tijd, gedurende een eeuw, een ongelooflijke ontwikkeling is doorgemaakt. En dat hier eigenlijk al deze in die hele eeuw ging om behandelen, om mensen te genezen. En dat de opkomst van de palliatieve zorg eigenlijk pas in de jaren 90 van de vorige eeuw plaatsvonden. En dat kan je zo'n hele lijn van oncologieontwikkeling doormaken, waarbij we in deze tijd, in de 21ste eeuw, voor enorme uitdagingen komen omdat de immunotherapie is ontwikkeld. En dat het hele goede ontwikkeling is, een spectaculaire ontwikkeling, maar ons meteen ook voor allerlei problemen
stelt of vraagt van hoe moeten we daarmee omgaan. Excuses. En als we het hebben over de infectiebestrijding, dan is dat natuurlijk ook interessant. Als we daar in de loop van de tijd gaan kijken wat er allemaal is gebeurd. Vorige eeuw hadden we een Spaanse griep, waarbij miljoenen mensen kwamen te overlijden. Daar is de coronacrisis niks bij. Maar dat kwam op en dat kwam meteen weer, ging weer meteen weer neer. Het heeft nog geen jaar geduurd. En in de jaren 80 zagen we de AIDS-epidemie. En ik vind dat wel bijzonder om te melden, want dat was ongeveer tegelijkertijd met de opkomst van de palliatieve zorg. Wij hebben het eerste hospice opgericht in Nederland in 1989. Dat was een hospice in Nieuwkoop. Maar het hospice in Amsterdam, een van de andere eerste hospices, werd opgericht, een christelijk hospice, om de zorg voor de AIDS-patiënten te begeleiden. Zij hadden ook een heel groot buddyproject. En ik denk wel dat je kan stellen dat de AIDS-epidemie niet de reden was voor de opkomst van de palliatieve zorg, maar daar wel enorm op heeft aan bijgedragen. En wat ik het allerbelangrijkste vind om nu te melden, is dat we nu zien dat we met een nieuwe epidemie, met coronavirus, zien dat we eigenlijk direct met het nadenken over hoe moeten we deze mensen behandelen, ook direct nadenken over wat is goede palliatieve zorg. En ik denk dat dat een enorme vooruitgang is. En dat we eigenlijk meteen bij het start van de crisis ook daarover na hebben gedacht. En daar ga ik je natuurlijk zo nog meer over vertellen hoe we dat in het OVG hebben gedaan, omdat ik daar genoeg over kan vertellen. Dit is de radicale mastectomie, waarbij indrukwekkend de hele borst, inclusief lymfklieren en spiermassa, werd weggehaald. Met het idee, als je zoveel mogelijk weghaalt lokaal, dan haal je de kanker wel weg. Nou, daar zijn we natuurlijk hard van teruggekomen. Om welke patiënten gaat het als we het hebben over palliatieve zorg? Dan staat bovenaan natuurlijk de patiënt met kanker, oncologie. En in de korte tijd dat palliatieve zorg aan het ontwikkelen is, is er ook een enorme ontwikkeling gaande welke patiënten wij daarin zien. Gelukkig breidt het zich veel verder uit dan alleen maar oncologie. Wij zien ook veel cardiologiepatiënten, mensen met hartfalen met name, longpatiënten, COPD. Bij de MDL-artsen komen we ook vaak op bezoek, mensen met leverfalen. Is een belangrijk onderdeel. Neurologie is natuurlijk ook een vakgebied waarin je helaas veel ziektebeelden hebt die moeilijk of niet te genezen zijn. Hè? Dus behalve hartinfarct kun je natuurlijk nadenken over hoe we om moeten gaan met patiënten die ALS hebben, en Parkinson. Wat ik al zei, hebben we de kwetsbare patiënt als belangrijke doelgroep in de palliatieve zorg. En daarin werken we veel samen met de geriatrie. En mensen, kwetsbare mensen, mensen met een dementie. Wat ik al zei, infectieziekten. Dat zijn vaak kortdurende, wat wij ook bij corona zo zal zijn, weer aflopende aandachtsgebieden. Wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat we met al deze ziektebeelden anders om moeten gaan en dat ze voor ons voor allerlei verschillende problemen opzadelen. En het grootste probleem is bij ziektes als hartfalen en COPD dat we ze zo goed, zo slecht kunnen voorspellen. Dit zijn natuurlijk hele... is dat niet, en het is lang niet altijd zo, maar we proberen natuurlijk schematisch aan te geven. We zien vaak bij patiënten met kanker dat die een hele tijd onder behandelingen dat het goed gaat. En dat, dat dit eigenlijk het moment is waar mensen vanuit curatieve situatie naar een palliatieve situatie gaan. En dat het vaak ook heel snel gaat, helaas. Dit beeld verandert wel, wat ik al net zei, hè? Met nieuwe behandelmogelijkheden als immunotherapie en dergelijke, zal deze lijn veranderen. En waar wat typisch is voor hartfalen en COPD, is dat we mensen zien die het redelijk doen en dan een exacerbatie krijgen en dan in een ziekenhuis komen, heel ziek. Vaak, hè, als je hier hebt, zie je mensen die op de IC belanden, waarvan je eigenlijk denkt, die gaat het ook niet redden. En grote kans toch weer is dat ze er bovenop komen, maar na elke exacerbatie toch verslechterd zijn ten opzichte van eerder.
En dit gebeurt soms wel een aantal keer per jaar. En dat maakt voor ons dat wij vinden dat we daarover moeten gaan praten. Kwetsbare ouderen zie je dat de mensen chronisch een matige kwaliteit van leven hebben en zo langzaam achteruit gaan. Als je dit beeld ziet, proberen we na te denken over wat is nou een goed moment voor om na te gaan denken over palliatieve zorg. En daar worstelen we wel mee, want we willen natuurlijk niet te vroeg komen. We willen ook mensen niet het gevoel geven dat ze al opgegeven worden, maar we willen zeker ook niet te laat komen, omdat we dan heel veel dingen die wij als doelstelling hebben niet meer kunnen bewerkstelligen. En daar hebben we daar hebben we heel veel over gediscussieerd. Dit is een schema uit het LUMC, wat ik heel graag aan jullie toon, omdat het een heel mooi beeld geeft. Hier wordt genoemd de surprise question. En dat is wel een belangrijk iets, omdat we daar jaren mee hebben gewerkt. En wat toch niet helemaal ideaal blijkt te zijn, maar wel een soort goed basisgedachte is. Is namelijk dat je je moet afvragen bij patiënten, zou ik verrast zijn als mijn patiënt binnen een jaar is overleden? Als het antwoord dan nee is, je zou niet verrast zijn, dan moet je eigenlijk al gaan denken over palliatieve zorg. Of nadenken over, heeft iemand niet nog meer ondersteuning nodig dan alleen maar een medicamenteuze behandeling. Dat gaat natuurlijk over mensen met een ongeneeslijke of een levensbedreigende ziekte, maar hier kan de kwetsbare patiënt ook goed bij staan. Dan is het goed om het een beetje te verduidelijken en gerichter te kunnen werken met patiënten, is dat je je afvraagt, zijn er nog meer elementen? Ik heb dus 9 geantwoord op de surprise question. Is er nog meer aan de hand? En dan gaat het meer over, is iemand nou bijvoorbeeld, wat ik al net zei met patiënten met hartfalen en COPD, is iemand al eerder opgenomen de afgelopen 4 weken? Ligt iemand al lang in het ziekenhuis, waardoor dat we eigenlijk niet echt goed opschieten? Is er multiproblematiek? En dan komen we meer in het sociale aspect, bijvoorbeeld dat er een probleem is met de mantelzorgers. Is het een patiënt die psychisch veel meer klachten heeft, waar we wat mee zouden kunnen doen? Zijn er ingewikkeldheden rond het levenseinde of de vragen en behoeftes daaraan? Het is eigenlijk allemaal goede momenten om na te denken over bijvoorbeeld, zoals het LUMC zegt, een consult, de vragen van het palliatief adviesteam. Of als huisarts meer te gaan nadenken en te gaan praten met de patiënt over wat wilt u eigenlijk, wat vindt u belangrijk in uw bestaan, waar bent u bang voor wat wilt u nou heel graag geregeld hebben. Waarom doen we dit eigenlijk? Ik denk dat dat natuurlijk wel essentieel is. Iemand heeft ooit gezegd, ja Marieke, je moet geen hobbyteam worden in het OVG. En dat is natuurlijk was een hele belangrijke opmerking. En dat is natuurlijk altijd goed dat je na moet gaan. Is dat ook al denk je zelf dat je enorm goed bezig bent. Dat je ook altijd moet bedenken, is dat wel zo? Is dat in de palliatieve zorg wel een uitdaging, omdat je lang niet alles goed kan onderzoeken? Maar er zijn toch wel degelijk studies. En die komen er steeds meer. En die laten een aantal dingen zien. En die laten met name zien dat er een verbeterde kwaliteit van leven is als je in een vroeg stadium met mensen in gesprek gaat over wat hun wensen zijn en wat ze willen en waar ze bang voor zijn. Dat je in een vroeg stadium met ze afspreekt wat ze dus wel of niet willen en wat we nog moeten doen. Dat levert minder angstklachten op, dat levert minder depressieve klachten op. De kwaliteit van leven, studies gaan heel vaak over dit soort psychische elementen. Het gaat erom dat je minder SCH, spoedeisende hulpbezoeken, krijgt en minder ziekenhuisopnames. Dat moet niet een doel op zich zijn, maar waar we aan de andere kant van zien, waar we het verdrietig van worden, is als je er niet over praat, dat heel veel patiënten weer bij herhaling terug verschijnen in het ziekenhuis, waarvan we ons afvragen of dat nog wel zou moeten zijn. En dat is geen primair doel, maar als je dus minder ziekenhuisopnames hebt, als je besluit eerder te stoppen, bijvoorbeeld met chemotherapie of geen dure operaties of immunotherapie te starten, let je een beetje op die financiën. Nogmaals, dat vind ik persoonlijk niet een primair doel, maar secundair is toch wel heel mooi meegenomen. Wat vaak terugkomt in wat is nou goede palliatieve zorg? Dat we zorgen dat mensen sterven op de plaats van voorkeur.
En daar is natuurlijk wel iets van te zeggen. Want het is maar de vraag wanneer het aan patiënten vraagt, waar ze dat willen, welk moment je dat vraagt, of ze ziek zijn of nog gezond, hè, of ze in een beginstadium van een ziekte zijn of wel heel erg ernstig verzwakt zijn. En je ziet dat op zich wel verschuiven, maar dan blijft het nog bij dat het grootste deel van de mensen wil het liefst thuis zijn. En dat is dus dan een mooi doel van ons om te bewerkstelligen. Wij hopen natuurlijk dat er een beter sterfbed is dan dat we geen kwalitatieve zorg geven. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En daarmee denken we dat we ook aan nabestaanden recht doen. En dat er betere rouw is. Ik heb er expres een vraagteken achter gezet, omdat we dat eigenlijk misschien nog wel beter moeten onderzoeken of dat zo is. Waar ik ook een vraagteken achter heb gezet en ook zelfs tussen haakjes heb gezegd, is dat dat er mogelijk een lange overleving is als we goede palliatieve zorg geven. Voor de geïnteresseerden zouden dit artikel van Jennifer Tamel moeten opzoeken, een dokter uit Boston, die met haar onderzoeksgroep in 2010 nogal veel reuring veroorzaakte, omdat zij een studie publiceerde uit Boston, Harvard University, en waar ze groepen longkankerpatiënten vergeleek. De ene groep kreeg wel palliatieve zorg en de andere niet. Nou, en wat eruit bleek uit de studie, en dat is veel vaker herhaald in andere studies, dat mensen een verbeterde kwaliteit van leven hebben. Maar wat uit haar studie ook voortkwam, was het feit dat mensen met palliatieve zorg maanden langer leefde dan mensen zonder palliatieve zorg. Nou, als dat zo is, zou dat natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Helaas is 10 jaar later dit nog niet goed bevestigd in andere studies. Dus daar kunnen we eigenlijk nog niet van zeggen dat dit echt zo is. Het is een mooi streven. Waar we het natuurlijk over gaan hebben, wat een belangrijk onderwerp is in dit college en in deze tijd, is het sterfbed. Daar is inderdaad, zoals Roos zei, heel veel over te doen in de media. En daar is heel veel te doen over bij ons in het ziekenhuis. En natuurlijk bij mij als rol als palliatieve dokter al helemaal. En ik vind dat wel heel belangrijk om daarbij stil te staan. Als we het hebben over een sterfbed, wat is dan een goed sterfbed? Dan is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Er bestaat niet één goed sterfbed. En ik vind met name belangrijk om aan te geven dat het zeer sterk cultureel bepaald is. Niet alleen bij de patiënten en de naasten, maar zeker ook bij arts en verpleging. En wat wij in Nederland een heel goed sterfbed vinden, dat artsen in Amerika, in Israël en waar dan ook ter wereld ons met vreemde ogen aankijken. Dus dat moeten we goed onder ogen houden. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om eens na te gaan, wat zijn er dan niet meer verschillende goede sterfbedden en waar ligt dat aan? Ik denk dat het goed is om het vanuit de arts en de verpleging en vanuit de hulpverlening te bekijken en vanuit de arts en vanuit de naaste en de patiënt zelf. Wat een belangrijk onderdeel is van een goed sterfbed is de medische element eraan en dat noemen wij ook wel het final common pathway. En dat houdt in dat wij zien dat mensen ongeacht hun aandoening waardoor ze komen te overlijden, eigenlijk allemaal eenzelfde soort laatste traject ingaan. Dat het dus onafhankelijk is van waar je aan doodgaat. En dat heet dus het final common pathway. Het is een hele lijst aan dingen, maar waarvan je kan zeggen, dit maakt eigenlijk iedereen mee die aan een ziekte komt te overlijden. Een gemeenschappelijkheid. En waarin wij dus als dokters en verpleging, waar we dus goed op moeten letten. Omdat wij als we deze dingen zien, dat we dus kunnen concluderen dat dat de stervensfase is aangebroken. En dat we daar aanpassingen moeten doen in het beleid. Wij noemen dat ook wel in het ziekenhuis het zorgpad stervensfase. Dat klinkt heel zakelijk, maar het is eigenlijk bedoeld om verpleging, om artsen te helpen nadenken van wat gebeurt er nou eigenlijk en wat kan ik nog doen.
Hè, dus een aantal dingen. Hè. Mensen gaan minder eten en drinken. Dat is soms voor familie nog wel eens lastig om aan te zien. Omdat men denkt, als je niet meer eet of niet meer drinkt, dan ga je dood. En we moeten natuurlijk stellen dat het andersom is. Omdat je aan het sterven bent, eet en drink je nauwelijks meer. Dit vergt nog wel wat uitleg. En ook wel het levert ook geruststelling op bij de familie. Dat dat niet meer zo'n belangrijk element is. Mensen raken erg vermoeid en verzwakt. Belangrijk punt is dat er urineproductie achteruit gaat. Een aantal dingen die hier staan. Dit is ook altijd een belangrijk punt. Een toenemende desoriëntatie. Wij noemen dit ook wel een terminaal delier. Dat misschien alle mensen die aan het sterven zijn een vorm van verwardheid ontwikkelen. Een hoorbare reutelende ademhaling is iets waar ook een heleboel... vaak een heleboel over te doen is, voornamelijk bij de familie. Het is een rotgeluid. Het is vervelend om aan te horen. En er is vaak ook wel een verzoek om daar wat aan te doen. We hebben er wel wat voor, maar eigenlijk valt de behandeling daarin wel tegen. En wij zijn eigenlijk als hulpverlening altijd wel van mening dat we het niet hoeven te behandelen, omdat de patiënt daar zelf niet veel van merkt. Wat ook interessant is om te weten, en daarin is onderzoek ook in de palliatieve fase zo belangrijk, is dat er eigenlijk ook een gemeenschappelijkheid is in hoe lang deze fase duurt. En dat kan je, dit geeft een mooie beschrijving daarvan, is dat je ziet, hè, dit is een onderzoek geweest waarbij men heeft gekeken hoe lang van tevoren voor het overlijden klachten ontstaan. En dan zie je dat eigenlijk zo een dag 3, dag 4, maar eigenlijk zo dag 3 voor het overlijden de meeste van die gemeenschappelijke problemen ontstaan. En waarbij je dus kan verwachten, als die ontstaan, dat je nog een dag of 3 te gaan hebt. En dat is natuurlijk belangrijk als je het ook naar de patiënt zelf, maar ook naar de familie kan uitleggen wat je verwachting is. En dat je, en dan kom ik weer even terug op het zorgpad stervensfase, wat ons helpt na te denken van, wat moeten we nou eigenlijk doen in deze tijd? Je wil natuurlijk dat het zo comfortabel mogelijk is. Dus je wil dat mensen geen klachten hebben. Maar je kan nadenken over, geef ik mensen nog vocht? Geef ik mensen nog voeding? Nou, voeding is meestal niet zo'n probleem. Maar vocht, je kan nog wel eens een discussie opleveren. En daarin verschillen wij in Nederland nogal van landen elders. Een gemiddeld land elders sterf je in een ziekenhuis per definitie met een infuus. En bij ons eigenlijk per definitie niet. We zijn geneigd om dit heel snel af te koppelen, omdat we denken dat het ook helemaal geen zin meer heeft. En dat het ook alleen maar last geeft. Dus vocht en voeding. We moeten goed nadenken over welke medicatie is nog zinvol. En dan moeten we dus niet rigoureus alles stoppen. Natuurlijk een statine, een middel tegen hoog cholesterol, daar twijfelt niemand aan. Maar soms levert het wel moeilijkheden op, omdat we mensen nog furosemide willen geven tegen vochtophoging in de longen. Dat we mensen bijvoorbeeld nog antiepileptica willen geven, omdat een epileptisch insult in deze dagen ook nog hartstikke vervelend is. We willen nog wel twijfelen over tromboseprofilaxe tegen mensen die al eerder een longembolie hebben gehad en dergelijke, of we toch de antistolling door moeten geven. Er zijn een aantal dingen waar we goed over na moeten denken en een beslissing over kunnen nemen. Dat gaat over medicatie, zoals ik al zei, vocht en voeding, maar dat gaat bijvoorbeeld over de verzorging. Hoe vaak ga je iemand nog draaien? Hoe vaak ga je iemand nog wassen? Dat zijn dingen waar we goed over na kunnen denken in deze dagen waarin de klachten ontstaan. Als we het alweer hebben over goed sterfbed en de dingen die ik dan noem, nou, dan is een van dit soort, is dit belangrijk. Wat wij verder zien, en dat is dat we het als arts en verpleging, met name in Nederland, heel belangrijk vinden dat wij met de patiënt en de naaste praten over wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hè? Dat we ze willen informeren en dat het eigenlijk een basisrecht is en dat we vinden dat dat heel belangrijk is. Het informed consent, maar dat het ook steeds meer nadruk komt te liggen op de advanced care planning. En dat gaat erover dat je lang van tevoren al bedenkt en vastlegt hoe iemand het wil.
mogelijk ook zelfs op schrift, hè, met wilsverklaringen. En het motto, niet alles wat kan, hoeft. En dit is een belangrijk iets, dat wij zien dat wij, tot voor kort, mensen tot aan het eind lastig vielen. Dat geldt niet voor iedereen, maar voor mensen met allerlei behandelingen. En omdat we er niet over spraken, dat mensen dus, laat ik maar zeggen, strijdend ten onder gingen. En dus bij herhaling werden opgenomen en bij herhaling moeilijke en lastige behandelingen moesten ondergaan of ondergingen. En dit is natuurlijk wat ik heel graag straks weer wil bespreken, omdat dit ook zo actueel is bij de coronacrisis. En dat het daar een groot verschil is hoe wij dit in Nederland doen en elders, is dat we zien dat we heel een aantal mensen bijvoorbeeld niet op die zee laten opnemen, omdat we denken dat dat geen meerwaarde heeft. Er is een prachtig rapport verschenen, alweer een aantal jaar geleden, maar steeds de moeite waard om te lezen van de KNMG, waar met die titel niet alles wat kan hoeft. Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe maken we keuzes in behandelingen die we voor handen hebben en die wel of niet medisch zinvol zijn? En wat willen patiënten daarbij? Dit wordt ver doorgetrokken. En ik zat even op de website van ons, de palliatieve zorgvereniging, de beroepsvereniging, kijken. En ik wil toch nog even met nadruk zeggen dat dus in Nederland ver wordt doorgetrokken. En dat hier dus een algemeen iets werd gezegd over wat is palliatieve zorg. Maar dat er dat het eindigt met de stelling behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden voorop staan. En ik vind dat belangrijk en ik vind dat logisch, maar ik vind het ook heel erg goed om te benoemen dat dit echt niet voor alle patiënten geldt. En dan komen we op wat is een goed sterfbed voor patiënten en naasten. Dat zien we natuurlijk dat zo ongelooflijk verschillend kan zijn. En dat van heel veel dingen afhankelijk is. Niet alles wat kan hoeft. Dat is het idee dat je mensen moet beschermen tegen onnodige behandelingen. Wat we natuurlijk helaas heel veel zien, zijn toch jonge mensen die vormen van kanker krijgen, waarvan ik persoonlijk de stelling heb dat die eigenlijk per definitie strijdend zijn ondergaan. Dat zien we veel gebeuren, maar ik kan er eigenlijk ook van alles bij voorstellen. Als je een jonge moeder bent of een moeder met jonge kinderen, dan pak je alles aan wat er is om je leven te rekken. Er zijn onderzoeken naar gedaan en mensen, jonge mensen, mensen in, met kinderen, dat is dan de sociale context, die is dan belangrijk. Die accepteren veel meer behandelingen, die accepteren ook veel meer complicaties van die behandelingen, die accepteren ook veel meer symptomen als pijn en benauwdheid, omdat voorop staat dat ze zo lang mogelijk willen leven. Uitzondering daar gelaten, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benoemen dat wat wij goed vinden, dat niet voor iedereen geldt. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een religie, waarbij je ziet dat een heleboel, dat er toch een duidelijk aantal mensen een religie hebben, maar waarvan we ook zien dat mensen die op hoge leeftijd nu te komen te overlijden, hun religie weer oppakken, zo vlak voor het sterfbed, of dat ze dat ze daar waarde aan hechten. Maar het kan ook zijn dat ze juist dan terechtkomen in angsten, omdat ze bijvoorbeeld in hun jeugd hele religieus zijn opgevoed en dat het op het sterfbed weer terugkomt. Nou denk ik ook moeten beseffen dat er met name onder de moslimgemeenschap, mensen islamachtergrond, ook hele eigen specifieke waardes hebben wat betreft een goed sterfbed. En dat bijvoorbeeld helemaal niet overeenkomt met met de waarde als autonomie. En dat de waarde, ik ben een goede moslim en ik leg alles in de handen van Allah, natuurlijk een heel ander perspectief biedt. Wat ook belangrijk is, denk ik, dat we moeten stellen dat eerdere ervaringen met een sterfbed, bijvoorbeeld van een familie of van een
en geliefde enorme invloed heeft op hoe je op je eigen sterfbed, hoe je daar tegenaan kijkt. En misschien heeft het ook wel gewoon enorme invloed op hoe je je leven leidt tot aan dat sterfbed. En dan wil ik jullie wijzen op een boek wat onlangs is uitgekomen van Barbara Beukering. Je kunt het maar één keer doen. En zij beschrijft hier heel mooi het verschil tussen haar beide ouders, hoe ze zijn gestorven en dat dat voor invloed had op haar zelf. En in dat boek worden een aantal professionals beschreven die hier ook een idee over hebben. Het is echt een... willen jullie het aanraden. En tegenwoordig moeten we ook niet onderschatten dat de actualiteit en de berichtgeving in de media enorme invloed hebben over hoe wij kijken naar en vertrouwen hebben in de zorg, denk ik. Dit bepaalt eigenlijk allemaal wel, zijn elementen die bepalen of hoe een sterfbed verloopt en hoe, wat voor waarde we daarmee hechten. Als we het hebben over een goed sterfbed, en er was natuurlijk de opdracht aan mij om je iets meer te vertellen over hoe dat nou gaat in deze coronatijd. En daar wil ik jullie graag wat over vertellen. Omdat heel veel van die dingen die ik nu heb genoemd natuurlijk ook gewoon van toepassing zijn op patiënten die een virus, het coronavirus oplopen. Maar er zijn ook wel een aantal dingen die anders zijn. En dat begon eigenlijk al meteen aan het begin van de crisis. Ik ben nog even terug gaan zoeken en ik zag een mailwisseling aan begin maart, waarbij we dus in Nederland de ernst van de situatie tot ons kwam allemaal. Dat ik een mail stuurde aan het CBT, ook het ziekenhuis bij ons heeft een CBT, en waarbij het hoofd van de IC, ik schreef haar waarom wij dachten dat een oprichting van een palliatieve corona-unit geschikt zou zijn. Dat geeft meteen een mooi beeld, denk ik, hoe we aan het begin van de crisis tegen de situatie aankeken en dat we het zo over kunnen hebben of dat terecht is geweest. Maar wat we eigenlijk al heel snel zagen, is dat dat we verwachten dat er veel ernstig zieke mensen zouden zijn met veel comorbiditeit en kwetsbaarheid, waar ik het al eerder over had, die door triage van de huisarts of de eerste hulparts of de IC-arts niet in aanmerking zouden komen voor de IC of dit zelf niet wilden. En wij verwachten dus op dat moment veel zieke mensen, waarvan we ook toen al dachten, die komen snel te overlijden buiten de IC. Deze mensen hadden we een beeld van waarbij er toch wel veel lijden zou zijn, met name veel pijn, dyspneu. En daar zou ik zelf zo nog even wat over zeggen. Maar ook uitputting. En in de specifieke situatie van corona, typisch voor corona, dat er veel angst en eenzaamheid zou komen. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit, angst voor besmetting, maar ook de eenzaamheid met de bezoekregeling, waarvan al toen al duidelijk was dat mensen in een ziekenhuis geen bezoek zouden mogen krijgen. En hier hadden we het eigenlijk al heel snel heel zwaar mee. Niet wij alleen, niet van het palliatief team, maar eigenlijk alle dokters, verpleegkundigen, mensen van de IC, dat we daar enorm mee worstelden. En met de gedachte, als je zo ziek bent, je wordt opeens zo ziek en je bent oud en kwetsbaar en je kan niet zonder je geliefde ziek zijn en doodgaan. Dat is toch echt wel een van de ernstigste dingen of de meest vreselijke dingen die we kunnen hebben. Dus daar moeten we wat voor regelen. Hierbij was natuurlijk ook de gedachte, moeten wij dit wel doen? Moeten wij dit wel regelen? Of is dat niet iets voor iemand anders? En natuurlijk hebben we gelijk gedacht over, wat is de ruimte van mensen om thuis te blijven? Waar zijn er andere ruimtes om mensen op te nemen? En al snel bleek dat er veel beperkter was dan in een normale situatie. En met name omdat hospices bijvoorbeeld geen coronapatiënten aannemen en de thuiszorg ook duidelijk in capaciteit zou afnemen wat betreft de zorg voor coronapatiënten. Toen was onze conclusie, het zou toch wel heel goed zijn om een eigen afdeling op te zetten. Dat is ook gebeurd. De basis waarop we zijn gaan werken. We hebben dat de palliatieve corona-unit genoemd, PCU.
En we dachten, er zijn een aantal dingen die zijn heel belangrijk. Het is belangrijk om, het moeten prettige kamers zijn, lichte kamers. En wat we ook hebben gevonden in het ziekenhuis, een afdeling met kamers met glas en Luxaflex. En dit in tegenstelling tot de rest van het ziekenhuis, waarin de gewone afdeling mensen achter gordijntjes liggen. Om de bedden zeg maar van elkaar te scheiden. Deze kamers die wij tot onze beschikking kregen, had het grote voordeel dat we mensen goed in de gaten konden houden, zonder dat we elke keer naar binnen moesten. En naar binnen betekent natuurlijk volledig in beschermingsmateriaal. We namen patiënten op met een korte prognose, en daar wil ik zo nog wel iets over zeggen. De verwachting nu toen was in ieder geval dat de meeste mensen opeens snel achteruit zouden gaan en dan ook eigenlijk allemaal zouden komen te overlijden. En dit is een beetje een technisch en organisatorisch ding, maar wij werden als palliatief team medebehandelaar voor deze patiënten. En het allerbelangrijkste, denk ik, wat wij konden regelen, is dat mensen toch bezoek konden krijgen. 2 mensen per dag en die konden ook blijven slapen. Waarbij we toch het gevoel hadden dat we een waardig sterfbed konden bieden. Waarvan we ook wel vonden dat het al niet optimaal zou zijn, maar wel beter dan niks. Deze afdeling is zo medio maart gestart. En we zijn nu zo 2 maanden verder en we zijn gelukkig, gaat het goed? Hè, er zijn vooruitzichten, zien er goed uit. Maar we zijn natuurlijk uitermate voorzichtig met hoe de toekomst zal zijn. Maar ik denk dat het wel zo is dat we een aantal dingen kunnen zeggen over wat we hebben meegemaakt en hoe het is gegaan. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om te stellen, is dat het een corona echt een nieuwe ziekte is, die ons eigenlijk dagelijks weer voor verrassingen, ons verrassingen gaf. Een aantal dingen heb ik op zo neergezet. En ik ben me bewust van dat ik daar ook niet volledig in zal zijn. Maar er zijn dingen die jullie allemaal waarschijnlijk ook al in het nieuws hebben gehoord. Opvallend ding is dat kinderen er nauwelijks ziek van worden. Dat is natuurlijk wel echt anders dan met andere infectieziekten, waar juist kinderen de bron zijn. En de wisselende presentatie. Toen wij in zo begin maart bedachten, waar kijken we nou naar? We gingen ervan uit dat eigenlijk alle mensen met corona zich presenteerden met hoge koorts en hoesten. En dat we daar mensen ook op trieerden. Ik heb heel op de huisartsenpost gewerkt en daarvan zeiden we, bent u aan het hoesten? Heeft u koorts? Nee, nou dan het zal het allemaal wel meevallen. En daar zijn we wel natuurlijk een beetje van teruggekomen, omdat mensen toch op een andere manier of door achteruitgang toch gepresenteerd zijn. En dat het blijkt dat mensen ook op een hele andere manier dat de corona zich kan tentoonspreiden. En dat we moeten oppassen, met name bij ouderen, dat die niet meer zo goed koorts kunnen maken. En dat dus daar ook niet mee presenteren. Dat hebben we in de loop van de tijd geleerd. We hebben geleerd dat er dus een snelle achteruitgang is. En zo praten we in het ziekenhuis eigenlijk altijd over de ziektedagen. Om te begrijpen dat iemand aan moeilijkheden dreigt te komen. Hè. Mensen vanaf dag 5-6 zie je ook een plotselinge achteruitgang. En dan zal je natuurlijk ook snel een beslissing moeten nemen. Cijfers uit Italië deze week lieten zien dat die mensen die snel achteruit gaan, eigenlijk per definitie binnen een dag wel of niet op de IC komen. Dus de gesprekken over ga ik wel of niet op de IC? Wil ik dat wel? Moet ik dat nog wel? Dat moet je eigenlijk al daarvoor hebben gevoerd. Ook omdat mensen lang op de IC liggen en waardoor het ongelooflijk invaliderend is. Obesitas is een element wat heel erg bij corona blijkt te passen. Wat op zich in het geval van een goed sterfbed niet heel interessant is nu, maar wel toch wel boeiend om te melden. En longembolieën. Deze 2 elementen wil ik wel nog even bij stilstaan, omdat die wel degelijk te maken hebben met hoe we aankijken tegen mensen die een mogelijk ernstig verzwakken. Wat opvalt is bij mensen met het COVID-19-virus, is dat ze ogenschijnlijk niet benauwd zijn.
En daar hebben we ons in het begin ook, denk ik wel, een paar keer bij vergist. En ik ben als huisarts heb ik later ook nog wel gedacht, oh, kom maar dat ik, dat ik de goede inschatting heb gemaakt. Omdat wat blijkt is dat mensen zich niet benauwd voelen. Maar dat ze wel een hele lage saturatie hebben, een hele lage zuurstofspanning in het bloed. Dat mensen soms al tot onder de 80 komen te zitten als je ze met een saturatiemeter onderzoekt. En dit is ook het geval als je mensen in een laatste fase ziet. En daar moet je natuurlijk heel erg op letten. Omdat wat hier wel gebeurt als mensen zo'n lage saturatie hebben, is dat ze ernstig verzwakt raken. Dat is eigenlijk een veel duidelijker aanwijzing voordat het slecht met ze gaat dan de vraag, bent u wel of niet benauwd? Dus dat hebben we moeten leren in de tijd. En wat we ook hebben geleerd is dat de prognose enorm moeilijk te voorspellen is. Wij hebben gedacht nogmaals dat de mensen die snel achteruit gaan, ook eigenlijk allemaal komen te overlijden als je ze niet naar de IC laat gaan. Daar zijn we van teruggekomen. En we hebben ook op de palliatieve corona-unit eigenlijk een beleidsverandering gemaakt. Dat we niet zeggen, nou, u heeft nog een prognose van kort, u komt waarschijnlijk binnen een week te overlijden, u komt naar ons toe. En dat we het veel meer brengen als we maken u zorgen om u en we denken dat u ernstig ziek bent. En we willen u dus extra zorg bieden. Maar we geven ook u nog de kans om ervan beter te worden. En dat is omdat we zien dat dat gebeurt. Er zijn een heleboel mensen ernstig verzwakt, ernstig snel en ziek geworden en hebben het toch overleefd. Dus wij moeten rekening houden met het feit dat het heel moeilijk voor ons is om het te voorspellen. En dat we ze dus een tweesporenbeleid moeten geven. En dat we ze de kans moeten geven om nog te genezen. Dat is denk ik wel belangrijk als we het hebben over de nieuwe ziekte. Hè? Weinig wetenschappelijk bewijs nog. En dat we de ervaring van de weken mee moeten nemen hoe we het in de toekomst doen. Maar dat we eigenlijk ook moeten accepteren dat we elke dag weer opnieuw schakelen met de nieuwe informatie die we hebben. Waar we in ook zijn gaan schakelen is over hoe we omgaan met die beschermende kleding. Dat eerste plaatje was natuurlijk al heel illustratief. Maar wat je dan wel ziet gebeuren is dat we er allerlei goede ideeën zijn gekomen. Zoals het ophangen van een foto of een naam op je voorhoofd. Omdat dat helpt bij mensen zich veiliger te voelen. Het is eigenlijk een van de vreselijkste dingen is dat je elke dag meerdere mensen aan je bed hebt en waarvan je geen idee hebt wie het zijn, hoe ze eruit zien en je herkent ze niet. En daar is in de loop van de tijd wel een hoop aan gedaan. Het blijft natuurlijk nog steeds moeilijk. Dat geldt ook voor de bezoekbeperking. Wij vinden het al heel wat er te twee mensen mogen komen. Maar dat levert natuurlijk ook spanningen op. Je kan bedenken dat er natuurlijk gezinnen, families zijn met meer dan twee mensen. Dat het ook moeilijk is als je zou moeten kiezen van, nou ja, de tijd is kort. Wie kan er nu nog komen om afscheid te nemen? Of wie komt er morgen en komt dan mogelijk te laat? Daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje soepel in. Maar we kunnen echt niet veel mensen op de afdeling verder hebben. En wat ons opvalt is dat aan de ene kant het zorgen met zich meebrengt. Hoe gaan we erom? Maar dat we ook iets nieuws zagen wat we niet van tevoren hadden bedacht, is dat er ook een heleboel bezoek gewoon niet wil komen. Dat patiënten bezoek afhouden omdat ze bang zijn dat ze bezoek besmetten. Maar ook dat de angst voor besmetting bij familie en naasten aanwezig is. Waardoor we eigenlijk toch ook helaas met regelmaat zien dat het bezoek beperkt is en dat mensen dan toch in meer eenzaamheid dan we willen komen te overlijden. We begrijpen de angst, die is niet altijd even terecht, maar goed, mensen vinden het natuurlijk van buitenaf heel een naar idee om in een ziekenhuis te komen op een afdeling waar alleen mensen liggen die besmet zijn met corona. Ander belangrijk element wat we van tevoren ook wel hadden verwacht, maar wat ook zo blijkt te zijn, is dat het moeilijk is voor mensen om rituelen uit te voeren. En die rituelen kunnen natuurlijk al tijdens het sterven zijn, maar met name ook na het overlijden. Als
het wassen van het lichaam en afscheid nemen. En de uitvaart lang niet altijd zo kan zijn zoals men wil. Ja, en dat zijn eigenlijk dingen die wij per patiënt zien. En dan zijn eigenlijk deze zaken dingen die we ervaren hebben. Die bepalen hoe wij vinden dat de zorg gaat. En dat gaat natuurlijk over beschermingsmateriaal, wat heel veel in de media komt. Verpleeghuizen die te weinig beschermingsmateriaal hebben, maar ook in het ziekenhuis moeten we zuinig daarmee zijn. Testmateriaal, plekken om opgenomen te worden, hè, wat ik al zei. Er zijn beduidend minder plekken om naartoe verwezen te worden, omdat mensen bijvoorbeeld in de hospices dus geen coronapatiënten accepteren en ook de beschikbare thuiszorg verminderd is. Wat er ook heel veel in de media en ook bij ons natuurlijk in het ziekenhuis is besproken, is wat gaan we nou doen als er tekorten dreigen? We hebben één weekend zo in begin april gehad, waarbij het erop of eronder zou zijn of we het zouden halen met een aantal IC-plekken. En we hebben toen in het ziekenhuis ook gelijk nagedacht van ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de triage die dan nodig zou zijn? Hè? En er was nogmaals heel veel over in de media. Welke patiënt gaat dan voor? Nou, we kunnen hier uitvoerig over hebben, maar gezien de tijd denk ik dat we dat we dat nu niet moeten doen. En dat de conclusie is dat we gelukkig het ook niet in praktijk hebben hoeven brengen. Dat we geen keuzes hebben moeten maken op medische gronden. Dus we hebben keuzes gemaakt op medische gronden. Hè. Kwetsbare ouderen zijn veel minder naar de IC gegaan dan elders. Maar dat we geen keuzes hebben hoeven maken op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maal, weet je. Of loten, of op basis van relevantie wat iemand doet in zijn leven. Daar zijn we dat is ons gelukkig bespaard gebleven. Wat we nu zien, en dat is met name de conclusies die we kunnen gaan trekken, nu we 2 maanden verder zijn en we de aantallen zien afnemen en dat we zien dat we met nabestaanden aan het bellen zijn en aan het naspreken over hoe vonden jullie nou de zorg, dat er enorm veel verdriet is. En dat zit er met name hier in dit deel. Hè? Dat afscheid nemen niet kon, dat mensen snel ziek zijn geworden en dat afscheid nemen niet goed kon. Dat mensen zich schuldig voelen omdat ze hun geliefden niet konden geven wat ze bijvoorbeeld eerder hadden beloofd. Uitvaarten, mensen die bijvoorbeeld niet naar land van herkomst terug konden gaan. Maar dat ook opvalt is dat heel veel mensen dit wel accepteren. Omdat men weet en realiseert dat niemand er echt wat aan kan doen. Dat het allemaal komt door het virus en dat de maatregelen die zijn genomen maatregelen waren die genomen moesten worden. We gaan nog door. We gaan alle patiënten die zijn overleden in het OVG gaan we nabellen en nazorg verlenen. En we hopen dat daar nog meer informatie naar boven komt. Waar we van kunnen leren en waarvan we kunnen zeggen, nou, dat bij een eventuele tweede golf, hopelijk komt die niet, of bij een andere epidemie in de toekomst kunnen we die informatie meenemen om de palliatieve zorg en het sterven van deze patiënten te verbeteren. Ben ik bijna aan het eind gekomen van mijn presentatie en zou ik willen afsluiten met het plaatje wat ik eerder liet zien, hè? En meer een vraag aan de luisteraars van hoe plaats je nou de corona in deze grafiek? En dan is meteen ook de vraag, weten we dat al heel goed? Of is dat iets wat we pas over een jaar kunnen zeggen? Hoe verloopt zo'n ziekte? En hoe komen mensen daar weer uit? Want want dat is natuurlijk iets waar we nu met z'n allen naar kijken, is hoe komen mensen die genezen zijn van corona, hoe komen ze weer terug op hun eigen kwaliteit van leven van daarvoor? En wat ons betreft, bij de palliatieve team, zijn wij natuurlijk benieuwd hoe mensen nabestaanden omgaan
met rouw en verwerking van deze tijd. Dit was mijn verhaal. Ik wil u bedanken voor jullie aandacht en ik ben benieuwd of iemand nog wat te vragen heeft aan mij.